Zo, we gaan aan de slag met jouw persoonlijke SWOT-analyse. De manier om inzicht te krijgen in jezelf en te bepalen welke richting je op wilt in je loopbaan. Kom op, daar gaan we. Sterk in je werk, de videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. Wat is een SWOT-analyse precies? Nou, hiermee analyseer je strengths, weaknesses, opportunities en threats. Oftewel jouw sterke en zwakke punten, je kansen en bedreigingen. En dat zijn precies de vier onderdelen die we nu gaan onderzoeken. We beginnen met je sterke punten. Waar ben je goed in en waar vertel je graag met trots over? Dit is wat jou uniek maakt, thuis en op je werk. Denk hierbij aan de kennis die je hebt van je opleiding. Of je goed in een team werkt of juist zelfstandig. En hoe goed je bijvoorbeeld kunt communiceren. Door je sterke punten op te schrijven, sta je stevig in je schoenen. Tja, deze moeten ook besproken worden. Je zwakke punten. Of eigenlijk je verbeterpunten. Waar ben je minder goed in, maar zou jij je in willen ontwikkelen? Dit is bijvoorbeeld een vaardigheid die je niet ligt. Zoals onderzoek doen. Of dat je vrij gesloten kan zijn. Of dat er een bepaalde ervaring is die je nog op wilt doen. Dit zijn de onderdelen waar je in kunt groeien. De volgende zijn de kansen die je kan pakken. Wat gaat jou helpen om je verder te ontwikkelen op werk? Is er een test of opleiding die je online kunt volgen? Een vacature die jou op het lijf geschreven is? Of een grote vraag aan personeel waar jij mooi van kan profiteren? Grijp zo'n kans met beide handen aan. Ten slotte, de bedreigingen. Hier heb je geen invloed op, maar deze liggen wel op de loer om jouw ontwikkeling te belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan concurrentie van collega's, een overvolle arbeidsmarkt of kennis die wel een opfrisbeurt mag gebruiken. Breng je bedreigingen in kaart, dan kun je er goed op inspelen. Kijk eens aan, je weet nu alles over de persoonlijke SWOT-analyse. Hopelijk heb je iets gehad aan deze video en kun je gelijk aan de slag met jouw SWOT. En voordat je gaat, vergeet niet te abonneren of één van de andere video's in deze reeks te kijken. Bedankt en tot ziens!